De 450 meter Rodastraat wordt geasfalteerd. Vandaag vond het officiële start zijn plaats. Dit asfalteringsproject is bijzonder, daar er gebruik wordt gemaakt van GeoWeb. Volgens minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie, afgekort OWTNC, zorgt GeoWeb ervoor dat de ondergrond van het asfalt over een elastische veerkracht beschikt, waardoor de kans op verzakkingen wordt vermeden. Wat zouden wij extra, wat een extra dimensie om deze weg langer dan langer te kunnen behouden. En GeoWeb is dus geleverd door een consultant die daarbij betrokken is, waarbij wij dus deze weg als onze pilot gaan gebruiken. Maar natuurlijk tegelijkertijd is het een integrale aanpak, want we hebben het ontwateringsgedeelte gelijk ook meegenomen. En we hebben ervoor gezorgd dat de bermen direct worden bestraat, zodat dus die riolering komt te verdwijnen ondergronds. En dat dus het tegelijkertijd ook een behoorlijke upgrading van de omgeving betekent. U ziet het. Na 40 jaar wordt deze weg structureel aangepakt. De toen onverharde weg zat vol kraters en liep steeds onder water. Minister Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie vertelt dat de overheid verplicht is om infrastructuur over het gehele land aan te pakken. Sommige buurtbewoners gaven aan dat deze straat al lang geasfalteerd moest worden. Volgens de bewindsman is het belangrijk dat voor nu en de komende jaren de Rodastraat niet meer onder water loopt. De buurtbewoners maken zich zorgen over het overtollig water dat van het Sikiripatu-project terechtkomt op de Rodastraat. Dus dan nu, dan is dat ook asfalt, dan is dat nu. En regeren die ze brengen. Naar vergif op. De straat was helemaal bewit. Je kon niet eens naar voren gaan. Ik moest gaan bevestigen destijds. Moest ik mijn sokken helemaal op de hoek gaan dragen. Ja, ik was gekleed. Ik moest lopen dat je op de hoek een kraan. Ik ben zo blij. En voor al die jongeren, dat ze zullen genieten van. Ja. Ze moeten mist en er gebruik van maken. Ik kon een motor creëren, een loba model. Toch? Een loba model, ik kon een loba model. Maar, ik kon een loba model. Maar, na mijn tanja. In mijn klachten, want ja, de mataka gegeven part mag je niet in de bek zien. Maar, onze riolering is niet goed. Die man loopt over. Snap je toch? Toiletten. Kijk bij mijn buurman ook, wanneer het regent. Dingen die we niet kregen, onze erf loopt over water. Dus dit gedeelte vind ik geweldig. Daar niet van. Maar alleen het gedeelte van die riolering, dat is ietsje minder, man. Luko ja, want ze hebben niet denk dat ja zo naar abrasé, luko dape. Ta alleen kon dat water ik kuku kon dat papasi. Ta alleen kon dat alle water ik moet opvoed dape kon. Isabi toch dat alle den jari is zo no. Dus dat na probleem sa roda straat ab no. I begrijp. Alle den jari ik kon zo no. De ma heb, de ma meka passi, oké is mooi waar. Maar ik heb het zeker niet gedaan. Dus alle afvoer voor de Maluku, ik heb het niet gedaan. Dat is mijn koekoekonta op de straat. Ik begrijp dat mijn loonkoe in de jari. Dat is een probleem. We werken niet van achter naar voren. We werken eerst met het ontwateringsstelsel. Het wordt bestudeerd, bekeken, uitgerekend. Hoeveel water verwacht wordt om af te voeren. Want u moet begrijpen dat elk huishouden ook is aangesloten. Want zij wonen hier. Dus ook zij willen niet dat hun toilet onder water moet lopen of dat hun erf onder water moet lopen. Natuurlijk merkt u dat sommige van die erf van u lager komt te liggen dan die weg. Maar dat is vanwege het feit dat het weglichaam gebaseerd is of gebonden is aan standaarden. Daar kom ik niet aan. Dat is juist de kwaliteit die we willen. Maar dat zij natuurlijk ook eventueel gaan moeten kijken welke voorzieningen zij moeten treffen als burger, als bewoner, om zich te behoeden dat het water nu naar die kant gaat. Vandaar dat u ziet dat ook de berm met een bepaalde helling is gemaakt. Dat niet helpt naar de mensen hun erven, maar dat het juist omgekeerd helpt naar die weg toe. Waar je die veegoten hebt en die kolken om het water verder af te voeren. Dus ja, er wordt uitgerekend, er wordt goed nagedacht. Maar ook met de andere stakeholders checken we, kijken we van hoe we het best kunnen aanpakken. Dus we verwachten dat Rodastraat niet alleen mooi wordt, maar ook niet meer onder water moet gaan lopen. De Rodastraat staat bekend als een straat met veel leven. De straat ligt overigens in een kinderrijke omgeving. Maar het rijgedrag van de automobilisten baart enkele buurtbewoners zorgen. Ik vind het leuk, tenminste hoor. Ik hoop dat het dat die mensen niet racen. Ze racen af
beesten, moet ik dat zeggen. Er zijn veel kleine kinderen hier zo. Maar waarom legt u de nadruk zo, die mensen die ze als beesten? Ja toch, want na libisma erij, aan een metie erij. Ja toch, het kan niet. Hier is geen hoofdweg. Daar is hoofdweg. Dus wanneer ze moeten rijden, laten ze rustig rijden. Dat is mijn mening. Dus bijna moeten er ook drempels hier zo plaatsen? Ja, 6. Voor mij pakken ze zes. Vooral hier. In een woonwijk kan je niet gaan racen. Dat is onmogelijk. Die weg is nauwelijks 6 meter breed. Dus hou rekening dat je niet alleen bent. En hou rekening dat je je veilig houdt en anderen ook veilig houdt daarmee. Het ligt niet alleen aan aan weginfrastructuur of aan een drempel. Het werkt hier. Het is hierboven. Het is onze mindset. Als we erachter komen straks, dat we niet alleen zijn hier op deze weg, dan gaan we anders gedragen. En dat wil zeggen dat je je moet gedragen zoals het van je verwacht wordt. Of je voetganger bent, autobestuurder of bromfietser, maakt niet uit. De regels gelden voor ieder. Volgens Chotkan moet er tegen 2025 geen onverharde wegen meer zijn in en rondom Paramaribo.